Hallo mensen, welkom bij een nieuwe glitch tutorial. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je het snelste manier in GTA 5 online geld kan verdienen. Want ze hebben bijna alles gepatcht en die missie Rooftop Rumble is veel moeilijker gemaakt om geld te verdienen. Maar het is wel te doen. Maar ja, dit is dus de snelste manier om het nu te doen. Je krijgt ook nog eens een keer heel veel RP als je het doet. En ja, je kan het gewoon de hele dag blijven doen eigenlijk. Maar we gaan nu kijken hoe het moet. Jij moet eerst natuurlijk een armored truck vinden. De beste manier om zo'n armored truck te vinden is om gewoon het spel te spelen. Gewoon een beetje rond te rijden op drukke gebieden. En ik heb hem hier gevonden. Je moet voor de truck gaan staan. Je moet zorgen dat hij niet wegrijdt. En dan moet je je spawn location. Ja, druk hier op verkeerd. Je moet op start drukken. Naar online. Options. En dan je spawn location. Als je al last location staat, is het goed. Dan moet je dat dus veranderen naar last location. Niet als het al staat natuurlijk. Dan moet je weer naar online toe gaan. Jobs, je moet dan een missie hosten. Je moet hem hosten en daarna zo snel mogelijk weer leaven. Dat zorgt ervoor dat het spel je locatie opslaat. Dus elke keer als je weer terugkomt uit het spel dat je dan daar span. Het is belangrijk voor deze glitch, anders werkt die niet. En ik heb het een beetje doorgespoeld. Je moet gewoon wachten als je in de missie komt, totdat je het rode knopje krijgt of dat ding rechts onderin. Dat je hem kan leaven, dan moet je op je rondje drukken zoals het nu staat, quit. Druk op ja natuurlijk. En als het goed is, span je dan weer in GTA 5 online. En even wachten. Altijd het wachten ook tijd, hè. Zo langzaam met GTA 5. Oké, okay. Kijk, je spant, je staat misschien naast je motor of naast je auto of zo. Op de map kan je zien dat de armored truck een beetje wegschreeuwt, je rijdt gewoon achteraan. Pak je sticky bombs en laat je hem oploffen. Er valt ongeveer elke keer iets van 7000 tot 10.000 uit. Het is best veel. Voor zo'n makkelijke glitch. Oh, je moet trouwens sticky bombs wel in het midden gooien, want als je hem op de randen gooit, dan ontploft het ding niet en dan rijdt hij gewoon weer weg. Moet je hem achteraan en zo. Helemaal bullshit. En je pakt het geld dus op. Ik krijg hier 7700 leek het op. En dan moet je, als je het geld hebt opgepakt, moet je op je linker ding, je D-pad noemen ze dat of zo, naar onder drukken en naar een offline character toe gaan. Maakt natuurlijk niet uit welke het is, als je maar gewoon weggaat van offline. Van online, sorry. Hoe is het nou je online? Of man, je moet dus naar van je online character naar je offline character toe gaan. Bijvoorbeeld Franklin, Trevor of iets met een M of zo. Ik ben heel slecht in namen. Geen idee hoe die heet. Maar ja, als je dus spant in offline, hoeft niet per se te spannen. Moet je op start drukken, naar online. Naar Play GTA Online. En dan moet je een invite only session starten. Ik heb het geprobeerd met andere session shit en zo allemaal. Maar dat ging niet echt allemaal zo goed. De arme truck ging dan weg. Maar je ziet, spawn je dus gewoon in de wereld van GTA 5 Online. Je hebt het geld op de bank staan. Je moet gewoon naar je motor of voertuig, waar je het ook mee doet, naartoe lopen. En zoals je nu kan zien links onder in de map, zie je dat de armored truck gewoon weer is gespand. En ja, zo moet je. Ja, zo kan je de glitch blijven doorgaan. Als je geen sticky bombs meer hebt, kan je natuurlijk dat die armored truck achterna blijven rijden. Dat hij bij een wapenwinkel komt of zo, nieuwe sticky bombs kopen. Maar je kan hem ook gewoon open schieten. Dan valt het er ook uit. Dan moet je gewoon iets langer doorschieten. En ja. Als je dit hebt gedaan. Boom. Oploft hij weer. En je doet gewoon weer precies hetzelfde. Naar offline character toe gaan. En ja. Weer een invite only session starten. En dan spant hij er weer. Je krijgt hier iets van 8000 of zo. En ja. Dit is de glitch. Hopelijk subscriben jullie. Want ik heb nog één subscriber nodig. Heb ik 50 subscribers. En dan upload ik een video met allemaal GTA stunts. MW3. Mooie kills en zo. Dus ja, bijna 50 subscribers. Allemaal dankjewel. Alsjeblieft laat een like achter. En dit is de glitch die werkt na de patch van 1.13. Dus ja. Hopelijk subscriben jullie. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag.